je mag weg. Jongen, jongen, wat ben ik blij dat ik presentator ben en geen gitarist. Hallo allemaal thuis voor de buis. Hallo u hier allemaal in het heem in Hattem. Eindelijk na lange tijd weer eens een keertje live. Dat betekent dat als u na 48, 49 minuten eindelijk André Hazes voorbij ziet komen, dan hebben we het in de tijd gered. We maken er een swingende, flitsende show van. En we beginnen dus met het nummer 5 geluid. En dat komt dit keer van Drukwerk. Hier is Michiel. Michiel, ga even zitten, laat je tas maar even staan. Je kunt toch na het eten alsnog even naar buiten gaan. Ik moet je wat vertellen, het komt misschien hard aan. Maar je moeder en ik hebben besloten uit elkaar te gaan. Het had beslist geen zin meer, je hebt die ruzies wel gehoord. Als dat nog iemand door moet gaan, worden we alle drie gestoord. In elk geval je pa en ma, want het ligt niet aan jou. Je kan er niks aan doen, je bent een fijne knul en je houdt je goed fatsoen. En ik zal je missen, ik zal je missen. We zien elkaar geregeld, ik denk wel elke week. Dan gaan we hele leuke dingen doen, ik laat je echt niet in de steek. En als je moeder wat te zeiken heeft, dan kom je maar naar mij. Ik ben vanaf in januari hele dagen vrij. Michiel, je hoeft niet te huilen, er verandert eigenlijk niets. Ik woon straks in het centrum, dat is 10 minuten op de fiets. Dat is toch niet zo ver, Michiel. Het ligt niet aan jou, je kan er niks aan doen. Je bent een fijne knul en je houdt je goed fatsoen. En ik zal je missen, ik zal je missen. Nou, mijn zoon, het beste, goed blijven werken voor je school. Ach, help je moeder af en toe eens en blijf oefenen op je viool.